duizenden en duizenden mensen is de Vierdaagse 4 dagen lang onversneden wandelplezier. Het is samen lopen, samen genieten en samen de finish halen. Maar niet voor iedereen. Hier naast mij 3 mensen op wat ik wel zou mogen noemen de bank van verdriet. Doreen, wat is er met jou aan de hand? Nou, voor 6, 7 weken geluk ben ik naar Dukenburg geweest. Ik ging even lekker wandelen met mijn kleindochter, winkelen. En ze schiet in één keer voor mij langs, zij valt en ik val over haar heen. Einde verhaal, en ik voelde gelijk dat het mis was. Einde verhaal als in gebroken? Ja, de voet gebroken. De voet gebroken. Maar vorig jaar heb ik met gips gelopen, mijn pols gebroken. Ach, hier. Ja, hier loop je, vorig jaar. Hier liep je nog? Ja. Ach. Toen was het met de arm en gips. Arm en gips. Ja, daarvoor mijn oog ontstoken heb ik met een lapje voor mijn oog gelopen. Ach, kijk, je oog staat helemaal dicht. Ja. Nou, nu is het wachten op je bekkenbodem tot die verzakt, hè? Ja. En voor 7 jaar terug heb ik met een gebroken teen gelopen. Kapot. Ja. Plus voor 1 jaar of 9 terug ben ik van de trap afgevallen, 2 trappen. En toen was alles gekneusd wat maar gekneusd was. Ik heb het nog 2 dagen geprobeerd, maar nee, dat lukte niet meer. Dus zouden we in jouw geval niet gewoon moeten zeggen, Doreen en de Vierdaagse, dat gaat gewoon niet samen? Nou, dat zeggen de meerdere. Vrienden van mij die hebben al gezegd van, weet je wat, we stoppen jou vanaf april, mei in een glazen kooi. En dan een loopband kun je toch oefenen voor de Vierdaagse. En een dag voor de Vierdaagse halen we eruit en jij bent heel. En waarschijnlijk valt er dan een duif dood op je hoofd bij de start. En denk nou eens even, nou, we zitten hier op de wedren. Ja. Morgen gaan hier duizenden mensen van start en jij niet. Nee. Hoe erg is dat? Vreselijk. Dat vind ik eigenlijk heel erg. Ik heb gisteren toch wel de banden gehaald. Je hebt hem gewoon om? Ja, ik heb toch mijn startkaart gehaald. En ik ga ze wel iedere dag aanmoedigen. Dat vind ik grappig. Ik vind dit even een tissue moment hoor. Wacht even. Ja, dan snijd jij gewoon even je tissue vol. Dan ga ik even naar Joyce. Want jij zit er ook niet voor niks, Joyce. Nee, helaas mag ik niet meedoen. Nee, je mag niet meedoen. Nee. Waarom niet? Uitgeloot, eerste keer en gelijk uit. Maar ja, dan worden er wel meer mensen uitgeloot. Ja, maar ik had een doel. En dat was na 2 jaar ziekte die Vierdaagse gaan lopen. Maar helaas, dat werd me niet gegund. En wat had je? Ik dacht in eerste instantie dat het gewoon een normale ontsteking was. En na heel veel shoebatten kwamen ze achter dat het SI-blokkade was. Ja, dat bleek dus niet zomaar een blokkade te zijn. Ik bleek inwendig zoveel infecties opgelopen te hebben. Daar kwamen ze het ziekenhuis achter. Te laat. En uiteindelijk functioneerde het helemaal niet meer vanuit mijn heup. Dus ik kon helemaal niet meer lopen? Aan die kant deed het niet meer. Wanneer kwam dan in jouw hoofd op, ik moet die Vierdaagse lopen? Toen ik het revalidatiecentrum terecht kwam. Ik wilde gewoon laten zien, ook al zit je zo in het diepe dal en ook al gaat het zo slecht met je, dat er altijd nog wel iets is waar je voor kan strijden om weer op de been te komen. Dus. Ja, letterlijk ook in jouw geval. Ja. En wanneer hoorde dat je uitgeloot was? 11 april. Oh. En toen? Toen was het natuurlijk balen, want mijn mannenmaatjes, ja, die mochten door. En ik bleef op de achtergrond, in feite. Dus iedereen om jou heen, die ja. Mag wel? En ik niet. Oh, wacht even hoor. Ja, dat vind ik toch ook wel een tissue momentje. Oh. Niet leuk, hè? Nee. Maar op naar volgend jaar. Oh ja. Zeker weten. We gaan door tot ik mee mag doen. En dan hebben we nog Theo. Theo heeft 33 jaar de Vierdaagse gelopen. En toen ging hij aanmoedigen met bordjes achter een raam bij een vriend van hem. En wat gebeurt er na 8 jaar dit jaar met de Vierdaagse? De route is veranderd. En die komen niet meer langs Theo. Ik heb 33 keer de Vierdaagse gelopen. En dus ik weet wel een klein beetje wat de Vierdaagse is. Ik ben trouwens 72 jaar. Op een gegeven moment dan krijg je lichamelijke klachten en zo. En dan houdt het op. En dan zeggen mensen zeggen van, oh, vind je het niet erg? En dan denk je, ja, wat is erg? Baby, sinds ik niet meer loop, ben ik hier gaan zitten. Like we did last summer. Ik ben eigenlijk de bordjesman, ja. Zo word ik, mensen, zo word ik dan altijd, word ik dan achteraf genoemd. Die hangt. Kijk, en hier staat nou, het is weer. En dan komt er iedere keer
tekst daarachter. Hier staat bijvoorbeeld grote klasse. Zo heb ik een hele serie en ik kijk altijd wat er over de straat heen loopt. Als het bijvoorbeeld heel druk wordt, dan komt het is weer dringen. Het valt me altijd wel op dat ze het ook zien en lezen. En dan meestal wordt er dan weer gelachen en dan zien ze in één keer wel even zo een beetje vrolijker verder lopen. En dat vind ik eigenlijk het leuke ervan. Ik hield het altijd eerst zo, succesgek, en dan werd er meteen gefloten en lelijk gedaan. En dan hield ik deze weg en dan was het te gek. En op een gegeven moment kreeg ik dan te horen dat het parcours verlegd was. Ze komen niet meer langs u heen? Hier niet, nee. Heeft u niet overwogen om ergens anders te gaan zitten? Nee. Het gekke is, ik woon wiegen aan het parcours van de 30 kilometer. Maar daar zit ik eigenlijk nooit. Ik ga trouwens wel woensdagmorgen hier op het hoekje morgens staan kijken. In ieder geval, want dan wil ik gewoon even wat kennissen zien die de vierdaagse lopen. En dan niet stiekem een bordje mee? Nou, ik denk niet dat ik dat doe. Denk het niet. Zo, daar gaan we, Deo. Hier zoen jij mee. Toi, toi. Leuk. Oh, en er zijn veel mensen waar het dringen. En, ach, wat is je geboortedatum? Dit is wel een beetje voor de antieke wandelaar, hè? Oh, het is te dol. Wat een naar verhaal, Theo. Volgend jaar weer via jullie. Eigenlijk wel. En nu eerst maar even snuiten, hè? Nou, ik krijg wel een andere schade neus van de snuiten. Jawel. Jongens, ik geef jullie allemaal nog één tissue. Pak hem, pak hem, pak hem. Ik tel tot drie en dan snuit je al je verdriet en al je oude zeer snuit je in die zakdoek. Okay. 3, 2, 1, snuit. Kijk, dat komt van ver. Heel ver. Nou, vouw je de zakdoek dicht. Wacht even. En doen we hem hierin. En dan steken we al dat enorme verdriet steken we in de hens. Zo, daar gaat het verdriet. En we zijn eraf. Volgend jaar lopen, volgend jaar lopen. En gewoon weer met die borden ergens gaan zitten. En heb ik voor jullie drie hele mooie toegangskaarten voor de tribune. En dan zit je helemaal vooraan. Oh, super. Dank je wel. Heb je toch nog een mooie vierdaagse? Ja, dank je wel, joh. Dank je wel. Oh, super.